Welkom bij deze video over omgaan met je lokmachine. Ik ben Manda van Ellie & Mac en ik laat je graag zien hoe ik mijn lokmachine inrijg, waar welke knopjes voor zijn, hoe ik naai, hoe je kunt zien dat je de naaitoeslag goed hebt toegepast. Want een lokmachine is zo handig om te hebben. Toen ik begon met naaien, toen had ik helemaal niet door dat het zo handig kon zijn. Want ik had mijn naaimachine, ik maakte alles voor mijn dochter. Maar het enige waar ik wel tegenaan zag, was dingen voor mezelf maken. Want het waren zulke lange naden, helemaal van hier. Nou ja, ik draag graag jurken tot onderaan de rok. En dat duurde een eeuwigheid. Toen ik uiteindelijk toch een lokmachine aanschafte, deed ik dat eigenlijk voor de rolzoompjes. Het leek me zo makkelijk om de cirkelrokken te kunnen omzoomen met de rolzoom. Maar toen ik hem had en ik naaide voor het eerst iets voor mezelf ermee en het ging zo snel en zo makkelijk, toen was ik helemaal om. En nog steeds vind ik het een van de beste apparaten die ik heb. Ik heb het beeld even omgedraaid, zodat je mee kunt kijken naar de lokmachine. Ik heb een single lokmachine. Nou, iedere machine die heeft zijn eigen manier van inrijgen. Dus deze machine kan iets afwijken van de manier waarop jij jouw machine moet inrijgen. Maar over het algemeen zijn de basisdingen wel hetzelfde. Als je hier aan de zijkant kijkt, zie je hier een draaiknop. Die is voor de steeklengte. Dit is de draaiknop om de naalden omhoog en naar beneden te doen. En daarbij is het belangrijk dat je altijd naar je toe draait. Als je van je afdraait, zoals je bij een naaimachine wel kan doen, dan kan het problemen gaan geven. Dus dat zou ik niet doen. En hier zie je de differentiële voet. Die kan je gebruiken. Hij staat, standaard staat hier op 0. Maar stel nou dat je hele gladde stof hebt, bijvoorbeeld badpakkenstof. Dan doe ik hem wat lager, wat naar beneden. En dat betekent hier dat hij hier makkelijker onderdoor kan gaan. Dan kan je makkelijker naaien. Nou, dan zie je hier de lusjes om de draden doorheen te doen. Hier kun je de klossen opzetten. Nou, het inrijgen laat ik straks ook even zien. Dit zijn de spanningsschijven. En standaard staat hij eigenlijk bij iedere lokmachine op 4. Dat is een goede positie om mee te beginnen. Dan zijn hier de naalden. Hier zie je het mes. En bij mij kan ik hem zo open doen. En dan zie je hier het inrijgschema. Nou, het kan zijn dat hij in de handleiding bij jou staat. Maar eigenlijk staat hij precies in wat je moet doen. Voor het inrijgen beginnen we hier met bij mij rood de bovengrijper. Dat is hier het bovenste gaatje van. De ondergrijper, dat is deze. De rechternaald. Die. En de linkernaald. Dat is die. Dus we zetten de klos erop. Haken hem achter het hoge lusje. Dan zit hier een klein haakje. Daar doen we hem achter. Dan pak ik hem met twee vingers beet. En ik flos hem er doorheen. En trek hem dan recht naar beneden. En haak hem hier onder het onderste haakje. Nu zal ik een beetje verder inzoomen. Dan pak je deze draad. Gaat hij eerst onder dit haakje door. Dan is hier de volgende. Dan gaat hij naar deze. En dan naar de bovengrijper. Dat is deze. Dat doe ik met een pincet even. Oké. Okay. Uitkijken dat hij nergens achter blijft haken. En hier zorg ik dat dit draadje achter de ondergrijper terecht komt. Zo. De volgende klos zetten we er ook op. Die haken we bovenlangs. Het haakje en die flos ik ook in de spanningsschijf. Dan komt die hieruit onder dit haakje. Dan gaan we naar deze. Dan hebben we hier een en daar een. Nou, dat kan je met je pincet doen, maar ik vind het soms nog wel net zo makkelijk om mijn twee vingers te gebruiken. Mijn duim zo. En dan gaat hij naar de volgende.
Die zie je achter. Dat doe ik wel even met een pincet. Hoppa. Nou, dan gaat deze. Dit is de ondergrijper. Die gaat hier achterlangs. Dan ben je er nog niet. Want sommige lokmachines die hebben hier een soort haakje die je omhoog kan trekken. Dan duwt hij automatisch het draadje naar achter. Dat heeft deze lokmachine niet. Dus ik pak hem met de pincet. Ik trek hem hierin het verborgen en zo naar achter. Tot hij hier vast zit. Als dat het geval is, zorg ik dat het draadje van de bovengrijper naar onder is. En ik haak daar het draadje van de ondergrijper doorheen. Zo. Hoppakee. Die gaat hier overal overheen. Naar achteren. Zo. Dan gaan we de naalden doen. Nou, voor de klos geldt hetzelfde. Die zetten we erop. Langs het bovenste draadje. We haken hem erachter. En ik flos hem er doorheen. Dan pakken we hier de draad weer van de rechte naald. Achter dit haakje. Dan gaat hij hier overheen. En ik heb hier een rondje zitten en daar doe ik hem doorheen. Soms is het ook een balkje. Hoppakee. Zo. Dan kan hij door het gaatje van de naald heen. Lastig zo. Nou, er zit een draadje aan. Okay. Het hoort er ook bij. Het is soms een beetje lastig. Zo. Die trekken we aan. Zorgen dat hij in de gezachte blijft haken. Naar achteren. En hier onder dit stukje. Dan zijn we bij de linkernaald aangekomen. Zo. Die erop. Los hem er weer doorheen. Trek hem recht naar onderen. Onder dit haakje. Gaat hij bij mij langs dit punt. Over het rondje. Daar gelijk een stukje af. Zo. Hier doorheen. Hoppakee. En die doen we er ook onderdoor. Dan zitten ze allemaal hier onderdoor. Dan doe ik mijn voet naar beneden. En ik draai even een paar keer de naalden heen en weer terwijl ik de draadjes vasthoud. Om te kijken of ik niks geks hoor. Nee, hij tikt nergens door tegenaan. Doe hem dicht. Doe ik hem even aan om te testen. Ja, dat gaat prima. Zo. Dan zijn we toegekomen aan het echte naaien. Hier zie je de naaivoet. En op de naaivoet zie je drie streepjes staan. Hierheen, daarheen en daarheen. Hier is er eigenlijk voor, hier is het mes. En als je dit streepje ziet, dan weet je precies dat als je de stof hier tegenaan uitlijnt, dat hij niks afsnijdt. Dit zijn de streepjes voor de naalden, de rechternaald en de linkernaald. Dan weet je precies waar die gaat stikken. Bij Ellie en Mac is het eigenlijk niet nodig dat je nog extra stof afsnijdt, omdat de naaldwaarde 1/4 inch is, oftewel 0,6 millimeter. En als je zorgt dat je de stof precies tegen het streepje van het mes aanhoudt, dan is de naad die die vervolgens gaat naaien ook 0,6 millimeter. Voordat we beginnen wil ik je dit nog even laten zien. Want stel dat je net een stukje hebt genaaid en je trekt de naden open en je ziet hier allemaal draad tevoorschijn komen. Wat kan er dan aan de hand zijn? Dat kunnen twee dingen zijn in mijn beleving.
Of de draden zijn niet goed door de spanningsschijven heen geflost. Dus dan pakt hij de spanning niet op. Of je moet de linker naald hier een wat strakker zetten. Dan zal ik hem even weer goed inregelen. En dan laat ik je even zien hoe we deze aan elkaar naaien. Dan gaan we nu dit stofje aan elkaar naaien. Nou, je kunt de randjes vastzetten met wat clipjes, maar dat doe ik nu niet. Ik til deze voet iets omhoog tot hij tegen het mes aan zit. En hier bij dit streepje uitkomt van het mes. Nou, als je een beetje eraf snijdt, dat is helemaal niet erg. Maar heel veel stof afsnijden is dus niet nodig met de naadwaarde die Ellie Mac hanteert. Zo. En als ik hem nu openvouw en ik kijk naar de naad, dan zie ik geen draadjes meer. Dan zit die goed aan elkaar vast. Kijk, als je hard trekt, dan zie je altijd wel een paar draadjes. Maar dat is ook nodig, want dat is een stretchstof die je gebruikt. En daarbij helpt het heel erg als je draad gebruikt wat niet contrasterend is, zoals deze draad. Hi, daar ben ik weer in beeld. Nou, we net dit stukje hebben aan elkaar genaaid. Als je dit nog weer aan een ander deel van je patroon vast gaat naaien, dan hoef je hier verder niks mee te doen met het draadje. Want omdat je hier dan weer overheen gaat naaien, dan zit hij sowieso al vast. Maar anders dan kun je er wel wat mee doen. Wat ik meestal doe, is ik knip hem af. Zo. Dan haal ik de draadjes uit. Totdat hij hier bij het begin is. Ik pak de twee langste draden. En daar leg ik even een knoopje in. Een dubbele knoop. Dan komt hij niet los en dan blijft alles goed vastzitten. Nou, dit kun je gewoon afknippen. Hoppakee, klaar. Wat sommige mensen ook doen, is dat ze het uithalen en dat ze het dan hierbij inrijgen. Dat kan je ook doen met een naald. Stel dat je nou een stukje verkeerd genaaid hebt en je wilt hem weer uithalen. Dan zorg je dat je de uiteinden even ontrafeld hebt. En dan kijk je even goed welke twee draadjes degene zijn van de naalden. Als het goed is kun je dat zo wel zien. Dus in dit geval deze en deze. Als je die beet pakt en je trekt er heel hard aan. Dan trekt hij hem in één keer eruit. Soms is het een beetje wriemelen. Hup. Dan heb je hem los. En dan heb je zo de draadjes. En hij is weer los. Dus dat is een tip om heel makkelijk en snel een naad los te halen. Dan zijn we alweer bij het laatste stukje aanbeland. En dat is het schoonmaken van je lokmachine. Je kan het op twee manieren doen. De meeste stofzuigers die hebben wel zo'n soort opzetstukje. Dan kan je hem uitzuigen. Maar wat ik eigenlijk meestal zelf doe. Ik heb een schilderskwast met een klein beetje een harde borstel. En daar kan ik wel eigenlijk heel makkelijk achter alle hoekjes. En het blijft er een beetje op steken. En zo maak ik hem heel makkelijk schoon. Ik hoef alleen maar even zo te doen en het in de prullenbak te gooien. En dan zijn we alweer klaar. Gezellig dat je hebt gekeken. Bedankt voor je aandacht. En ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Tot de volgende keer!